Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag gaat een beetje different zijn, want het is toch wel een heel speciale dag voor our three. Maria is erbij, Annie is erbij. Vanachter die zijn nog aan het schminken. Dus wat gaan we vandaag doen? Vandaag is de fotoshoot voor de nieuwe releases van Maria Malky Cosmetics. We zijn onderweg naar Nederland. Ik heb al wat struggles gehad, mensen echt, dat willen niet weten. Dus vorige week dacht ik van worst case scenario, ik ga een oogontsteking krijgen. Gisteren ik was aan het werken, everything was fine. En s'avonds om 5 uur kijk ik in de spiegel, ik had wat zeer aan mijn oog. En wat heb ik? Een fucking oogontsteking, mensen. Deze is my luck. Ik weet niet wat ik gedaan heb voor zo'n karma te krijgen, want ik ben meestal lief en ik doe goede dingen in het leven. Oh my god. Ja, dat is toch geen corona. En toch krijg ik deze terug. Dan denk ik van, dat kan dat toch niet, hè. En wat zit jij daar van achter weer met je spie? De clay and glow. Maar al bij al heb ik het een beetje nog kunnen fixen. Dus ik hoop dat dat goed blijft de hele dag. Je hebt het al gefixt. Hier, zegt degene dat nog heel haar dingen moet doen. Ja, dus Anne, je hebt mij weer van mijn dingen gebracht, hè. Je weet hoe moeilijk dat voor mij is. Ik moet mij daarover zetten om te filmen. En dan onderbreekt jij mij, dan weet ik niet meer waar ik ben. Ik ga nu weer naar mijn borsten aan het zien. En naar je borsten, Ika? Ja, jij wordt er juist naar mijn borst. Ja. En er juist ziet aan mij, die worden er ook niet kleiner op, hè? Ja, het is toch zo aan mij. En dan nog zo'n decolleté aan tot beneden. Die tepels bekam bloot. Ik zag naar u, ik had hoogtevrees. Dus dat is een beetje een korte samenvatting wat wij gaan doen vandaag. We gaan de fotoshoot doen. We gaan een korte samenvatting. Ja, ik was eigenlijk over iets anders bezig. We gaan dus ook een video maken van de nieuwe releases. En daar gaat dus een highlighter bij zijn. Wimpers en ook nog een special eyeliner. Waar je eigenlijk je wimpers dus kunt tegenplakken. Heb ik het juist? Oké, ik heb het juist. Drink water, kids. Oké, we zijn zojuist gearriveerd. Annie is al heel mooi in outfit voor de shoot. Het is eigenlijk casual chic waar we voor gaan. Casual pyjama feest chic. En wij moeten echt serieus zeiken, mensen. Echt waar. En dan staat hier zo'n bal, een fontein, dat hier water aan het uitspuwen is. Het is hier wel mooi. Ja, dat is schoon, hè. Maar Nederland is altijd schoon. Echt, hè? We gaan nu onze spullen pakken en we gaan naar binnen gaan. Het zijn iets te later, maar de belangrijke mensen komen altijd te laat. Voilà, aan. Daar heb je gelijk in. Oké, ja, we zijn hier op de shoot van Maria Malky, de lashes. Zeer coronaproof. Ja, eigenlijk. Sorry. Nee, het is corona, wat is dat? Zie je het verschil tussen mijn wimpers? En dat plakt gewoon met een eyeliner. Dit is echt niet normaal goed, die plakt echt wel zot. Die plakt echt wel zot. En ik ga dat hier even laten zien. Die eyeliner, ja, je kunt u niet zo goed zien omdat ik niet een hele grote wing heb gedaan. Maar die is super, super zwart, dus is echt pechzwart. En die plakken echt direct, hè. Dat is gewoon boep. En dat staat erop. Gedaan met loskomende hoekjes. Voilà, dus je gaat niet meer zagen, hè. Te koop bij mij. Ja, te koop bij Anne. Simply... Oh my god. Simply Beauty Shop. Simplewife.com. Simplybeautyshop.be. Je hebt het gehoord, hè. En bij MariaMalkyCosmetics.com natuurlijk ook. Of course. De highlighter is echt unreal. Echt, kijk mensen, I look wet. Wet. De wimpers zijn ook super goed. Ze blijven ook super goed zitten met die eyeliner lijn. Dus echt, ja, echt super goede producten. Mijn deel is nu gefilmd, dus het stuk met eyeliner, lijm en de lashes opbrengen en dan de highlight is gefilmd. Dat van Anne ook, maar zij moet nu nog foto's trekken.
En ik heb al een stukje van de foto's gezien en echt super, super mooi. Ze zijn nog niet gefotoshopt, dus I was shook, because normally I'm all about that. Maar ja, wat goede lighting en een super goede fotograaf kunnen doen is echt unreal. Ik denk dat we straks nog met een andere achtergrond moeten foto's trekken, een andere outfit. Maar hierna gaan de modellen nog foto's trekken. Gaan we dan de pistolets beginnen? Dat is geen pistolet, dat is een sandwich. Oh, dat is hier ineens zo stil. Ja, we zijn allemaal aan het luisteren naar jouw Ja, dus daar zitten de modellen. Zijn nog aan het klaarmaken. Mooi, ja, heel mooie amai. Heel mooi opgemaakt. Ook heel mooie meisjes. Kunnen we niet van meespreken? Zeg, spreek dus over je eigen. Dankjewel. Ik ga even laten zien wat aan haar sandwich smeert. ASMR. Laat eens even zien wat jij dat doet. Een tutorial. Zwier er wat kieken tussen. Ze zwiert er wat kieken tussen. Twee plakken kieken, want dat is toch niks van calorieën. Nee, voilà. Ze zijn er al de way, ze zitten hopelijk. Ik heb een hartstikke koud. En Flippers. Ik heb die allemaal afge... Die waren allemaal later dan ik. Even eerder dan ik, maar... Nog even een McDonald's doen. We zijn klaar. Wat vond ervan aan? Vond het plezant? Ja. Vandaag? Heel plezant. Maria satisfied? Yes. Yes? Yes. Alles is redelijk. Ça va nog goed gekomen. Allee, bedoel... Yes. In het begin hadden we wat stress. Nee, stress met de dingen dat te laat waren. Ah, nee, ik had nu geen stress. Ja, nee, Anne heeft geen stress. Ik heb echt niet zelf stress. Nee. Dus nu nog even een frietje steken. En dan richting huis. Oké, dus we zijn hier terug in de Kenzo VL Studios. Aka mijn slaapkamer, zo'n klein hoekje zo. It looks fancy, maar eerlijk, als je zou zien wat dat er hier uitziet. Shit. Dus ik ging jullie nog de goodie bag laten zien en ik ging jullie ook nog de productjes even tonen. Dus ik ga jullie even laten zien hoe de highlighter te gebruiken en hoe de Magic Black Liner te gebruiken. Dus dat gaan we eigenlijk even doen. Dat gaan we doen. Als je wilt zien hoe ik de rest van de look heb gedaan, ga dan even naar mijn Instagram. Want op mijn Instagram staat er een tutorial erover. Maar ik ga daar hier niet over uitweiden. Dus we gaan eerst even de highlighter gebruiken. Deze is de Be Glassy Glass Skin Highlighter. Deze heb ik toen op de shoot niet uitgeprobeerd. Omdat ik op de shoot Goddess heb uitgeprobeerd, als ik me niet vergis. En deze is de kleur Glaze. Deze is lichter. Ja, ik hou van een hele lichte highlight, dus ik ben wel heel blij met deze. En by the way, kijk hoe leuk, daar staat mijn naam ingegraveerd. Altijd kei leuk als dat zo'n beetje persoonlijk is. Zoals je waarschijnlijk op mijn Instagram wel hebt gezien, kun je het spiegeltje eruit nemen, wat super handig is. Ja, ik haat het als er een spiegel aan vasthangt. Allee, ik haat het niet, haat is een groot woord natuurlijk. Maar als ik mijn product vasthoud met een spiegeltje, dan zit ik meestal met mijn vingers in het product. En nu ga ik dat dus niet voor hebben, omdat ik dat spiegeltje apart kan vast hebben, you know. First world problem. Dus we gaan even de Morphe Continuous Setting Spray eerst gebruiken. We gaan die even op ons gezicht doen. En dan right away gaan we in het product dippen. We gaan eens kijken. Holy shit. Ik ga er even bij zeggen, deze heb ik nog niet geprobeerd op mijn huid. Dus dit is mijn eerste keer dat ik dat probeer. Ja, heel mooi hè. Dus je kunt dat zien, dat is prachtig. Wat ik goed vind eraan is ook dat dat niet zo glittery is. Dat is zo meer shimmery. Want ik hou niet echt van glitterige highlighters. Maar eerlijk, keifel. Mijn haar van achter, ja sorry hè. Doe alleen de voorkant. De achterkant kan me niet schelen.
Holy shit. Ja, eerlijk people, je kunt allemaal zien dat dat een super goede highlight is. Hè? Je kunt je highlight super subtiel aanbrengen ook, dus dan doe je daar echt super lang mee, want hij is super gepigmenteerd. Maar zoals je ziet, ja, is hij wel echt fucking knap, hè. Yes. Super mooi. En ook op de bridge van de neus. Holy guacamole. En in de inner corners. En we gaan ook een klein beetje onder de wenkbrauwen zetten. Maar niet te veel, want ik heb natuurlijk eyeliner gedaan daar. Ja, dat is bam, hè. Dat is bam.com, hè. Dan ga ik ook nog even de Magic Liner uittesten. De Magic Liners moeten altijd heel goed schudden voor gebruik. Dus zeker niet vergeten. Dat is altijd heel belangrijk. Ik ga of course een van de nieuwe lashes pakken. En dat is de Nova 3D Foaming Lashes. Ook van Maria Malky, of course. En dan gaan we nu even de liner uittesten. By the way, toen ik op de shoot was, dat was zo moeilijk. Ik had zo'n heel mini spiegeltje voor mij. Ik moest daar zo'n perfect wing trekken. En ik had juist een lash lift gedaan, dus mijn lashes stonden zo echt zo kei, ja, curly. Dus dat was mega moeilijk, maar weet je, it worked. Dus ik was blij. Zoals jullie zien, kun je dat echt heel zacht aanbrengen, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Want ik wou niet een super donkere zwarte eyeliner bij deze look. Dit is dus geen magnetische wimpers. Er zit dus lijm in die eyeliner. Je hebt die ook in het clear. En dan moet je gewoon die wimpers eigenlijk opzetten. En dan, ja, it glues it down. Voilà, dan hangt het dus al vast. Crazy. En deze lashes zijn echt keigoed bij deze look, by the way. I'm happy. Maar dat is dus al vast, hè. Dat is echt gestoord. Weet je, brands die komen altijd met iets nieuws, maar meestal is dat al iets dat ik al gezien heb. En deze was echt zoiets van, I was shook. Ik dacht eerst van, oh, ga ik dat wel tof vinden? Maar eerlijk, die is, ja, dat is echt een fantastisch product. En ook, die is super waterproof. Echt, honey's. Die is echt fucking waterproof. Like, volgens mij kan je daar de Atlantische Oceaan mee overzwemmen. Voilà, en dat plakt al. Dat is echt super snel. En zeker als je niet met wimpers kunt werken. Of ja, je kunt niet met wimperlijn werken. Echt super easy. Je smost ook minder. Want als je dat zo op je randje doet van je valse wimpers. En dan op je lijstjes. Dan hangt dat voor de 11 in de lijstjes bij mij altijd. En met deze gaat dat echt super gemakkelijk op. Dus ja, zoals je kunt zien. Goed. Dus ja, het was eigenlijk een super toffe beleving. Ik ga jullie even nog de visuals laten zien. Dus deze zijn allemaal de foto's die uitgekozen zijn. En die dus eigenlijk ook bewerkt zijn van mij en met Anne. En dan ook nog de videobeelden van hun campagne. Die ga ik ook even laten zien aan jullie, maar die stonden ook al op mijn Instagram. We hadden dan ook nog allemaal een goodie bag gekregen en er zaten de nieuwe wimpers in, dus een deel van de nieuwe wimpers. Dus de So Extra, super mooie wimpers, die heb ik al eens in de look gebruikt op mijn channel. Ik ga eens kijken, ik heb ze er ook. Ah, hier zijn de deze. Dus die zijn large en in charge en dat hebben we graag. Dan heb je ook nog de Isla en de Chloe. Zijn de deze, ook super mooie lashes. En dan, ik weet niet of dat de nieuwe zijn. I'm sorry, ik heb geen idee. Maar dat zijn de Lola lashes, die zijn ook super mooi. Zijn ietske minder vavavoom als die andere. En dan degene die ik heb gebruikt, de Nova lashes. Hè. Deze heb ik ook al gebruikt. Ja, sorry, mijne was used and abused. Dus de lash curler hadden we ook gekregen. Dan nog een schaartje voor onze wimpers te knippen. Je kunt er ook eigenlijk misschien je wenkbrauwen misschien wat mee bijknippen. Moet ik straks eens proberen. Dan de brush and sponge soap. Die is super goed. Heb ik ook al laten zien in mijn...
video's. Zo'n headband voor als je je gezicht aan het ontschminken bent bijvoorbeeld. Dus dat is ook iets heel goed, heb ik nog niet. Dan hun facepad, die heb ik ook al keiveel gebruikt. Ik ben nog altijd met een eerste aan het gebruiken en die marcheert nog altijd super goed voor je make-up af te doen. We kunnen juist met water eigenlijk gebruiken. En al je make-up is eraf, ook waterproof. En dan hadden we ook nog een eye pigment gekregen. Die had ik allemaal al. En ja, die zijn ook super goed. Maar zoals ik zeg, alles is goed van Maria Malky. En dat is niet, ik zeg het, ik ben een brand ambassador daarvan samen met Anne. Maar ja, dat zijn gewoon super goede producten. Ik ga ook niet zitten liegen. Ik ben heel eerlijk over wat ik goed vind en wat ik niet goed vind. En ik vind deze producten gewoon, ja, fantastisch goed. Anders zou ik dat ook niet zeggen tegen jullie. Dan zou ik gewoon geen YouTube video daarvan maken. Gewoon een vlog online gooien. En niet daar nog extra uitleg over geven. Then I would be just like send, like upload, send and done. You know? Maar het is echt, ja, het zijn gewoon echt super goede producten. Kan niks anders zeggen. Dus ja, deze heb ik dan over het laatst nog gekregen. De Magic Black Liner. Oei. De Magic Black Liner en de highlighter zijn super goed ook. Echt. Deze. Die liner, I call it revolutionary, super cool. Dat ook nog zo'n keileuk kaartje bij de week even laten zien. Met mijn naam op. Wel nog met mijn old brows. Who is this? Ja, guys, ik wil gewoon even zeggen dat ik super dankbaar ben dat ik part of the campaign mocht zijn samen met Anne. We hadden een super toffe tijd, eerlijk. Altijd lachen met ons gedrieënd. Er waren ook super leuke modellen bij. Zij waren echt pro-fash, like, you know, real models en shit. Maar toch vind ik dat de resultaten er mogen zijn. Snap je? We moeten niet anders worden, you know? It was okay. Ik kan niet zeggen van, oh my god, I was slaying the house down, boots, yes, gaga, I don't know. Maar het was goed. Ik ben content met de resultaten. En zeker omdat we dat ook niet gewoon zijn. Love it. Super bedankt voor de opportunity aan Maria. En ja, deze was het weer al voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie het leuk vonden, dan zeker niet vergeten om het een duimpje omhoog te geven. Want dat helpt mij super hard. En dat motiveert mij ook, want ik film niet veel meer voor YouTube. Dus ik wil dat zeker en vast terug meer beginnen doen. Maar er is niet echt iets in het vooruitzicht dat ik ga filmen. Ook omdat we in lockdown nog altijd zitten. Maar ja, zeker een duimpje omhoog geven. Like, share. Wat kunnen we nog allemaal doen? Comment. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye everyone.